Ik praat uh, verder met uh, twee politici, Karel Uitersprot van NVA en Bart Zomers van uh, Open VLD. Jullie hebben vanmiddag in de Kamer de uitleg gehoord van de drie bevoegde ministers en staatssecretarissen. Al heb ik de indruk dat daar niet echt ook maar één antwoord is gekomen. Hè? Ja, inderdaad. We hebben een uh, aantal vragen gesteld. Op een aantal vragen zijn. Antwoorden gekomen. Bijvoorbeeld de vraag naar het onderzoek. Het parket mm. van Dendermonde de zou bezig zijn. NMB zou bezig zijn met mijn onderzoek. Ook een uh, onderzoeksorgaan van foteconomie is bezig. We hebben daar gevraagd, of ik heb al sinds gevraagd, uh, naar snelheid. Snelheid mm. naar het onderzoek, dat de aansprakelijken of de, de verantwoordelijkheden op tijd kunnen vastgelegd worden en de nodige uh, verdere stappen kunnen gezet worden. Ook door de burgers in het dossier. Want ik denk dat er in dit dossier. Twee belangrijke elementen zijn. Enerzijds de beteugeling van de ramp, anderzijds ja, ja. het menselijke ja. aspect. Ja. Maar dat is onderzoek, met alle respect, dat is voor na de ramp. Hè. Absoluut. Wat er nu gebeurt, meneer Somers. Je, hoort het in, je ziet het in het verslag, je hoort het uh, van de collega. Dat is verwarring. Er bestaat geen ander woord voor. Ja, we zitten hier, worden hier geconfronteerd met blijkbaar een ramp die. Uh, Misschien wel heel zwaar onderschat is. Misschien wel de grootste milieuramp van de voorbije jaren. Ja. Als men overweegt om 23.000 mensen te evacueren, als men dat overweegt, dat men dat ernstig begint te bekijken. Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus ik, ik, ik kan begrijpen dat zoiets verschrikkelijk moeilijk is om dat te coördineren. Ik vind dat het vandaag niet mijn taak is om zwarte pieten te geven. Nee. Ik vind dat de mensen op het terrein er ook geen enkele behoefte aan hebben. Waar de mensen behoefte aan hebben, is, is zekerheid, is duidelijkheid, is, is weten waar men staat. Hoe groot is het probleem? Uh, wat, wat ga ik als burger die daar woont, hoe lang ga ik niet in mijn huis kunnen? Loop ik risico? Ja. Daar moeten duidelijke antwoorden maar, komen. Maar, en ik... maar inderdaad, als we nu horen dat er misschien, als het slecht loopt, tot 20.000 mensen kunnen geëvacueerd moeten worden, ja. Ja. kun je dan de vraag stellen of dit nog wel de gouverneur is die dat moet coördineren? Dat is exact hetgene wat ik deze middag ook heb aangekaart. Ik heb het gevoel, en ik, steeds meer indicaties krijg ik, dat het echt ook noodzakelijk zal zijn dat op een zeker moment het rampenplan opgeschaald wordt. Omdat, één, ja. Er is daar een team al verschillende dagen bezig, hè, die, die meanderend hebben moeten communiceren. Ik doe geen uitspraak ja. over, het, over dat ze fout hebben Want niet. waar staan we dan voor? Voilà. Welk soort nou, dispositieven moeten dan kijk. in stelling worden gebracht? Die mensen zijn ook moe aan het worden. Ik, ik denk dat ja. de, en Die ramp blijkt veel groter te zijn dan men oorspronkelijk dacht. Dit moet op het allerhoogste niveau worden aangepakt. Ik denk dat de, de gouverneur moet contact opnemen of een signaal moet geven aan de minister van Binnenlandse Zaken. En vice versa, moeten samen zitten om te zeggen van laten we dat plan opschalen. En opschalen wil zeggen dat de verantwoordelijkheid op het federale niveau wordt getrokken. Dat de minister van Binnenlandse Zaken daar aan het stuur ja. komt. Evident, samen met de gouverneur, samen met de burgemeester. Ja, de Sprot, ja, veel kan u dat, dat ook? Wel, eigenlijk evolueert men van een ongeval naar een echte ramp. Er bestaan een aantal draaiboeken voor rampen, rampenplannen, maar dit is nog nooit gebeurd. Eigenlijk dat de toxische stoffen zich verspreiden via ja. rioleringen om zo in de huizen te komen. Maar vind, eigenlijk... vindt u dan ook dat de huidige situatie eigenlijk de bevoegdheid van de provincie-gouverneur begint te overstijgen? We hebben vandaag mevrouw Mirke gehoord en zij vond dat het op dit ogenblik loopt. Zij was, dus zij ziet, maar zij toen was, was het nog niet beginnen regenen. Positief. Het was toen nog niet beginnen regenen. Uh, dus nu zal moeten uitwijzen of dat het inderdaad nog tot die bevoegdheid behoort. Maar ik ken die opschaling niet. Zoals de confrater zegt, ik ken die opschaling niet op dit ogenblik. Ja. Eigenlijk kan alleen daar de gouverneur en de minister over oordelen. Ja. Maar, maar de elementen die nu op tafel liggen, mensen die weken niet in hun huis kunnen, een, een milieuramp die we nog niet gezien hebben, de mogelijkheid dat meer dan 20.000 mensen geëvacueerd worden... Als dat allemaal juist is, en dat, dat kunnen, vernemen wij ook maar via de media, als dat juist is, dan lijkt het mij logisch dat de minister van Binnenlandse Zaken met de gouverneur aan tafel zit en omgekeerd, en dat ze zeggen laten we op het federale niveau trekken. Ja. Maar als we eens terugkijken naar wat er de voorbije dagen is gebeurd, hè. afgelopen nacht bijvoorbeeld. Kunnen we niet zeggen dat er eigenlijk mensenlevens in risico, uh, risico hebben gelopen? Mensen die terug mochten naar hun huis, dan vanmorgen weer moesten geëvacueerd worden, dat de situatie fout is ingeschat. Wel, ik was gisteren in uh, Maria Gaert rond twee uur wanneer de evacuatie begon, oh. en toen was alles in orde. En ik denk niet dat men één persoon zou laten gaan als het licht niet groen was om hun huis te betreden. Mm -hmm. Men heeft die bij mondjesmaat laten gaan, enkel de mensen uit de perimeter van 250 meter die moesten blijven. En daar kan ik een mooi verhaal van vertellen. Er was een dame die was ongerust, zij mocht niet mee, want ze behoorde tot die perimeter van 250 mensen. En ze zegt, ja, mijn huis staat dat er nog en ik, ik, ik ben zo onwennig. Ik, 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 alle, ik, 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 ik loop op van de zenuwen. En die is morgen naar aan de lijn. En ze vertelde mij, kijk meneer, ik ben zo opgerucht. De civiele bescherming is in hun pakken met mij tot mijn huis geweest. Ja. Ik ben daar wat leren en wat grief kunnen gaan halen. Maar ik ben zo blij dat ik gezien heb dat mijn huis er nog staat. En nu kan ik op mijn gemak terug naar Maria ja, Kaart. Maar dat is het. Als mensen geholpen worden, zijn ze gerustgesteld. Ja, ja. Maar veel mensen worden blijkbaar niet geholpen en krijgen ook geen informatie. We zouden heel gemakkelijk een snel proces kunnen maken van de gouverneur die ja. aan het eind verantwoordelijkheid indraagt. Maar ik wil dat niet doen. Omdat ik heel goed besef, ik ben zelf burgemeester. Ja. Ik heb zelf ook met een aantal rampen geconfronteerd geweest in de twaalf jaar dat ik burgemeester ben. Je staat voor verschrikkelijk moeilijke keuzes. Je moet soms dilemma's oplossen. Je moet op een korte termijn heel veel beslissingen nemen. Het beste rampenplan helpt u niet om onvoorziene situaties te voorkomen. Dus je staat in een onmogelijke situatie. En het is nu veel te vroeg om welke analyse ook te maken of men dat goed gedaan ja. heeft, of dat de keuzes die we gemaakt hebben vermijdbaar waren of onvermijdelijk waren. Ik vind dat nu ook niet aan de orde. Ik denk ook niet dat we daar nu moeten mee bezig moeten zijn. We moeten nu iets anders doen. We moeten zorgen dat daar zekerheid wordt gecreëerd. Mensen zijn daar bezorgd. Ze geraken niet naar hun huis terug. Blijkbaar hmm. is het probleem groter dan we denken. Wel, laten we dat nu krachtdadig ja. op het terrein maar, eerst maar, aanpakken. Maar ik wil toch nog... Uw partij heeft zich verzet tegen de aanstelling van gouverneur Briers, onder andere met argumenten: deze man heeft geen ervaring, is niet vertrouwd met rampenplannen. Wordt nu misschien wel bewezen, hè? Ja, kijk, ik wil daar niet uh, lichtzinnig over praten. Ik, ik denk dat uh, zelfs iemand die heel veel ervaring heeft en die met zoiets wordt geconfronteerd. Ook een heel moeilijke beslissing moet nemen op dat moment. En misschien ook altijd niet de juiste beslissing neemt. Heeft de gouverneur juiste of foute beslissingen genomen? Ik weet dat nu niet. Mm -hmm. Ik vind ook niet dat we dat nu moeten doen. Die man staat nu onder extreme druk. Die heeft daar een grote verantwoordelijkheid. Die mensen rondom hem zullen ook allemaal ja. aan een slettageslag van maar de emoties onder. zijn. Moet, maar dat moet achteraf wel onderzocht worden. Maar ik denk dat we dat ook samen gezegd hebben dat in de commissie. Goed, we moeten dat absoluut rustig en bekijken. En daar moeten eventueel dan ook gevolgen aan ja. verbonden worden als dat nodig blijkt. Maar laten we nu eerst. Nu eerst niet die politiek politiciën doen, niet met hmm. zwarte pieten spelen. Laten we eerst het probleem voor de mensen op het terrein oplossen. Ja. Dat is de verantwoordelijkheid die de... Meneer Ruijters, heeft dat, ja Ik ja. neem dat uh, graag bij en laat uh, Ja, want de uh, gouverneur is een partijgenoot van uh, uh, de natuurlijk. Us, ik weet niet welke partijkaart hij heeft. Uh, maar hij heeft toch uh, door een voorgedragen. Laten laat ons eerlijk zijn, dit is teamwork. Ja. Daar zitten verschillende maar mensen samen. Maar er is samen, natuurlijk altijd wel één iemand die de beslissing neemt en die de verantwoordelijkheid een draagt. Het boegbeeld, maar de rest wordt bij unanimiteit genomen. De burgemeesters zitten daar samen burgemeesters, mm -hmm. plus een aantal experten die bij unanimiteit beslissingen nemen. Dus men doet dat toch niet zo ja. echt. Zeg. Zien jullie al één grote les die we hieruit zouden moeten kunnen trekken? Voor mij is de eerste vaststelling dat geen enkele calamiteit dezelfde is. Elke ramp, elk drama is wat anders en men kan daar geen draaiboek voor opmaken dat voor alles hetzelfde is. Uh, daar zullen lessen moeten uitgetrokken worden, uit hetgeen dat we hier leren, maar het is hier bijna kiezen. In bepaalde omstandigheden tussen de pest en de cholera. Mm -hmm. Laat me die wagon ontploffen of laat men hem uitbranden. En dan moet je een keuze maken. Mm -hmm. Ja. De euh, grote les tot nu toe, de, voor mij is mijn ervaring, die bescheidenheid, is, is uh, dat bij een crisis het menselijk aspect heel belangrijk is. Mm -hmm. de, de manier waarop je keuzes maakt, de manier waarop je communiceert, de manier waarop je met dilemma's omgaat. En je kan daar soms de bal fout slaan. Je kan dat goed doen. Sommige mensen kunnen dat beter dan andere mensen. Sommige teams kunnen dat beter dan andere teams. Soms is er informatie waar men geen weet over heeft. En dat is een heel complex iets. En daar zal ze aan de toog nu snel een oordeel vullen. Ze hebben dat goed of ze hebben dat slecht ja. gedaan. vind ik kort door de bocht. Te snel oordelen en ja, zeker juist, veroordelen. Het beeld dat we nu krijgen is dat het daar heel slecht is aangepakt. Is dat zo? Misschien wel, misschien niet. Laten we dat rustig bekijken achteraf. Laten we nu okay. met de mensen bezig zijn. Niet met de politiek politiciën. Oké, okay, meneer Somers. Daarbij zeker dat menselijke aspect, want het is daar dat de mensen u op aanspreken, dat ze om al hun kleine problemen een okay. oplossing te vinden. En ook meneer Uiterstrot van harte bedankt.